Hier zou ik staan, bij Gouda bij Kaarslicht, als stadsdichter van Gouda, Peter Noordhoek, aangenaam. Toen ik op 7 maart stadsdichter werd, feliciteerde iedereen met mij met alle evenementen die ik kon doen. Ja, die zijn allemaal afgezegd, maar ik had één hoop, kaarsjesavond. Gaat ook niet door. En zo hebben we allemaal teleurstellingen natuurlijk. De deur is dicht. Heel veel deuren zijn dicht gegaan dit jaar. Het is niet anders. Hoe ga je ermee om? Nou, mijn rol is die van stadsdichter. Dus ik heb er een gedicht over gemaakt. Ik heb een kerstgedachte die weigert afstand te houden. Het is een gedachte aan het nieuwe jaar. Niet alleen omdat die me niet snel genoeg kan komen, maar omdat we in dat volgend jaar nog plezier kunnen hebben van wat we geleerd hebben in dit gruwel coronajaar. Dat we geleerd hebben onze hand op ons hart te leggen. Geleerd hebben dat we wel aan ellebogenwerk mogen doen. En serieus opnieuw ontdekt hebben hoe mooi, onmisbaar elk klein gebaar kan zijn. Nu en in dit coronajaar. Hey, beste wensen.